Patsers is eigenlijk het vervolg van onze vorige film Patser, waarbij dat we de hoofdpersonages volgen, gespeeld door Matteo, Younes, Nora en Said. En ja, het gaat gewoon verder over de drugsproblematiek van Antwerpen, die alleen maar erger is geworden de laatste jaren. We love cinema. Tijdens het maken van de vorige Patser hadden we ideeën over wat een sequel kon zijn. En we hebben een beetje zitten brainstormen, samen ook met Joris van der Raa, over wat het eigenlijk het volgende verhaal kon zijn. Dus we hadden een basis gezet en ondertussen waren we bezig met Amerikaanse projecten en hebben een aantal scenaristen daarop verder gewerkt. Dus vandaar dat dat gewoon een writers room, een teamwork was. Okay, top. En dan vanavond zit hier in Antwerpen op de Leie. Wat gaan jullie vinden? We gaan een achtervolgingsscène draaien, waar Adamo racet van de flikken. En ja, dat is echt een echte actiescène dat rechtstreeks uit Bad Boys zou kunnen komen. Okay. In Antwerpen. Super. Op de Leie. Helemaal afgezet voor deze film. Nee, ik vind het eigenlijk heel fijn om terug in België te zijn en hier een actiescène te draaien. Want totale creatieve vrijheid. We kunnen doen wat we willen. En oké, misschien zijn de middelen wat minder, maar we vinden altijd wel creatieve manieren om het even spectaculair te maken. Als je een film in Hollywood maakt, dan is dat natuurlijk compromis maken. Je maakt een film voor een studio, het is ook hun visie, dus onze visie. Het is een gezamenlijke teamwork dat je doet. En hier is dat, ja, er is niemand die achter u staat om voor wie dat je moet verantwoorden. Dus dat is het grote verschil. Ja, sowieso. Ik denk, we hebben iedereen gekozen die we wilden. Als in het geval dat ze beschikbaar waren, heeft iedereen ja gezegd. Dus dat is het goede aan films maken in België, zeg je wel. Je hebt niet de zotste budgetten, maar je hebt wel een absolute vrijheid.